de Klaas Ares 697 ATZ. Poh, wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon en Huisman Gemert. Bouwen in vertrouwen. De trekker is qua elektronica zit er weinig op. Het is eigenlijk de voorloper van de Arion-serie en door zijn degelijkheid is het gewoon een hartstikke mooie trekker. En ja, voor mij is het ook een powertrekker omdat wanneer je hem start of de maaiers aanzet en je geeft wat gas, dan krijg je gewoon kippenvel op je armen. Kippenvel. Krijgt Joren van der Wouw uit Oud-Annerveen van deze Klaas Ares 697 ATZ. De trekker is gebouwd in 2007, heeft 6600 draaiuren en 145 pk. Joren doet met deze trekker mee aan de trekkertrek. En daar is hij een opvallende verschijning. Bijna elke trekkertrek waar je naartoe gaat, als ik aan meedoen, dan ben ik eigenlijk de enige trekker die meedoet met de Klaas. Ik deed eerst altijd mee zonder dubbellucht en nou ja, je merkte gewoon dat hij vermogen over had, alleen niet kon overbrengen op de grond. En daarna zijn de dubbellucht aangeschaft en sindsdien kan hij zijn vermogen ook goed kwijt op de grond. Ik eindig sowieso ergens bovenin. Het is een zescilinder en met een cilinderinhoud van 6,8 liter. En, nou ja, het is wel een Klaas-trekker, maar er zit een John Deere-motor in. En daarnaast is het een full power shift pak, een 24x24. We hadden eerder altijd de fan-trekker, alleen die beviel niet, zeg maar. En als klein kind vond ik Klaas al een hele mooie trekker om te zien. En toen zijn we zo bij een Klaas-trekker terechtgekomen.